Hallo mensen, vandaag ben ik weer met een nieuwe video. Vandaag een nieuwe Advanced Warfare video voor jullie. En in deze video laat ik jullie zien of je echt voorgrip moet gebruiken, ja of nee. Iemand vroeg aan mij of je echt voorgrip nodig had om echt gewoon goed te aimen, om goed on target te blijven. Dus iemand vroeg dat aan mij en ik dacht, laat ik er gewoon even een video over maken. Want dan kan je echt zien wat er gebeurt. En ik ga het voor jullie zo testen op close range en op long range en op mid range. Dan kan je zien wat er gebeurt als je dan kan je zien wat er gebeurt als je het zonder voorgrip gebruikt en met voorgrip. Ik heb twee classes gemaakt, beide de Bulf 27, dus één met voorgrip en eentje zonder voorgrip. Voor de rest zijn alle perks en alles is allemaal gewoon hetzelfde als normaal. Alleen het wapen en natuurlijk de attachment. Dus ja, ik heb voor jullie ook even de paintball effect heb ik even uitgezet, zodat je goed de bullet impact kan zien in de muur. Als je niet weet wat bullet impact is, dat betekent zeg maar de kogelgaten die je ziet in de muur. En dan zie je ook hoeveel of je echt recht schiet. Dus dat heb ik even voor jullie uitgezet, zodat je dat goed kan zien. Dus ja, dan gaan we maar gelijk beginnen. We beginnen denk ik eerst met de bal 27 zonder voorgrip. En als je rechts onderin kijkt, als ik mijn wapen kies, zie je ook echt welke ik gebruik. Dus ik ga nu even de bal 27 zonder voorkeur gebruiken. En dan ga ik nou in de firing range. Zoals je ziet zit er nu nog helemaal niks. Maar wat ik dus ga doen is ik ga hier staan. En ik heb nou dus geen voorgrip. Dat zie je daar dus. Staat nu ook rechts onderin. En dan ga ik nu dus bij de 4 staan. Op de 4. En dan gebruiken we de rechterkant. Of dan gebruiken we de rechterkant. En gebruiken we voor de zonder voorgrip. En de linkerkant gaan we dan denk ik gebruiken voor de met voorgrip. Alleen ik heb nou dus zonder voorgrip in mijn hand. Dus gaan we dat even testen met de bal. Ik ga nu short range is 4. Mid range is 5,6 of 5,5 zeg maar, in de helft van 5 en 6. Dus dat is dus 5,5 als je het zo denkt. En long range is gewoon helemaal tot het einde. En ja, dus gaan we nu even beginnen bij short range, bij de 4. En gaan we gewoon hier op deze muur schieten. Ik heb er nou al zin in, dus gaan we nu even schieten. Zoals je ziet, short range zonder voorgrip gaat hij al wel redelijk off. Hij begint hier en gaat hij al een helemaal stukje omhoog. Het is niet altijd zo dat dit gebeurt. Ik zal nog even een keertje iets eronder schieten. Want soms gebeurt dit niet en soms wel. Dus als je het nu probeert is het alsnog wat off. Maar dan is het al beter dan hier. Dus in ieder geval, dan moet je geluk hebben. Alleen het ergste wat je kan overkomen is dit op short range. Of het beste is dit. Want zo, ik denk dat zo breed ongeveer wel poppetjes, dan raak je toch wel al je kogels op short range. En hier kan je er misschien nog een kogel boven schieten. Dus ja, dit was dus short range voor. Dit was short range zonder foregrip. En dan gaan we het nou proberen met foregrip. En dan zie je hem hier, zoals je rechtsonder nu ziet, zie je foregrip. En dan gaan we nu ook weer bij de 4 staan. En dan gaan we op de linkerkant schieten. Dan gaan we ook een beetje hier staan. En dan gaan we nou schieten. Zoals je ziet is dat er gelijk een stuk kleiner dan die eerste die je hier ziet. Dit is misschien nog wel de helft. Of dit is misschien wel dit onderste stukje van dit. Als ik even goed kan inschatten ofzo. Of sowieso de helft. En dit is al helemaal de helft van dat. Dus op short range dan wint de met foregrip wel. Alleen ik denk dat het niet zo heel erg veel uitmaakt als je short range speelt. Want dan beweeg je veel en dan doe je zo tsk en dan kill je hem heel makkelijk. Dus ik denk dat het op short range niet zo heel veel uitmaakt. Maar omdat het omdat foregrip nu eigenlijk bij short range heeft gewonnen. Dan ja, is dus eigenlijk een punt voor de met foregrip. Dus ja, dan gaan we nu even naar de mid range. Ik pak even weer mijn bal zonder foregrip erbij. Hier zie je hem rechts onderin staat de bal 27. Auto, dat betekent dat er geen foregrip op zit. Dan gaan we nu naar de 5,5. Oftewel de helft van de 5,6. Oftewel wat ertussen zit tussen de 5 en de 6. Eigenlijk zo doen 5 en de 6 gewoon wat ertussen zit precies in het midden. Dan gaan we nu weer op de deur schieten op de rechterkant. Want de rechterkant was zonder voorgrip en de linkerkant was met voorgrip. Dus gaan we nou weer even schieten. Als ik nou even ga denk ik hier schieten. Dus mid range. Nu even schieten. Zoals je ziet is dat al redelijk off. Het is ongeveer hetzelfde. Of ongeveer bijna hetzelfde als wat je... als wat met short range gebeurt, het gaat best wel veel uit elkaar. En ja, ik ga het nou even nog een keertje testen, want dan weet ik het zeker. En dan ga ik ook even staan. Doe ik het even hier. Als
ik nou schieten, dan zie je dus dat het op mid-range gaat het toch wel redelijk off. Dus dat is ook weer niet zo super goed. Of je moet natuurlijk als een beest kunnen aimen en dan kan je ermee omgaan. Dus dit was dus mid-range zonder foregrip. Dan gaan we nu even de met foregrip erbij pakken. Oh, dat was een foutje. Nu zie je rechts onderin nog die andere staan. Nu gaan we bal 27 met voorgrip. Aan de linkerkant gaan we weer tussen de helft van de 5 en de 6 staan. Dan gaan we op de muur schieten. Dus ja, nou, dit was midrange. En dat was midrange. Dan doe ik het hier ook even een keertje. Zo, zoals je ziet is dat weer gelijk beter dan dat en dan dat. Dus denk ik alweer de helft. Dus het helpt sowieso 50% bij short range en midrange. Als je foregrip gebruikt, dus ik denk dat je met deze twee nog wel eens wat misschiet op mid-range. Alleen ik denk dat als je met foregrip gebruikt, dat je dan echt gewoon goed raak schiet. Zonder dat je aim door dit helemaal mis gaat schieten. Dus ik denk dat voor mid-range is het alweer een win. Dus het staat nu eigenlijk weer 2-0 voor de foregrip. Dus eigenlijk heeft de foregrip al gewonnen. Maar dan gaan we het nu nog één keertje testen met de long range. En dat is helemaal aan het einde. Dat is helemaal hier. Dus pak eerst even degene zonder foregrip erbij. Dat is deze. En dan gaan we helemaal aan het eind staan. Helemaal tegen deze deur aan. Dan gaan we weer aan deze kant staan. Dan gaan we nou weer schieten. Schiet weer op de rechterkant. En dan gaan schieten. Zoals je zag is dat toch nog wel, ik weet niet. Het is een beetje verspreid uit elkaar, maar het is toch nog wel redelijk goed. Dus ik denk dat ik het nog een keertje ga proberen, want dan weet ik zeker dat die, ja, haakt iets erboven doen. Holy Jesus. Je moet denk ik echt gewoon geluk hebben. Hier ging die zelfs gewoon uit de deur, of uit dat ding. Dus dat was long range, zonder voorgrip. Dan gaat hij eerst, begint hij goed en dan gaat hij helemaal... Dan gaat hij helemaal daarheen. En dan ben je al natuurlijk al lang boven het hoofd. En dan kan je enemy, die kan natuurlijk heel snel je droppen. Dus dit is niet helemaal ideaal. Je kan, als je misschien een beetje mee kan aimen. Of dat je het onder controle kan krijgen. Dan is het misschien wel goed. Maar dan moet je natuurlijk zelf oefenen. En ja. Dus long range is een beetje verspreid. En soms gaat hij omhoog. Dus ga ik nu even met de foregrip proberen. Met de foregrip zo. Laten we weer even hier doen en dan gaan we weer aan de linkerkant staan. Of gaan we hier linkerkant en dan ga ik nou gelijk even schieten. Dus met foregrip. Bam. Dat was echt on point mensen. Dit is sowieso weer de helft en al helemaal dit. Dit is 75% minder dan dit. Dus eigenlijk moet je, niet moet, maar sowieso foregrip is een stuk beter dan zonder foregrip. Als je hier kijkt bijvoorbeeld... Je ziet hier short range, deze maakt dan niet zo heel veel uit, maar als je dan kijkt naar deze, dit was ook short range. En mid range, vergelijk deze en deze maar eens met die. En vergelijk die en die maar eens met die. Nou, ik weet niet aan wie het ligt, maar voor mij is foregrip gewoon 50% beter dan zonder foregrip. Dus ik raad ook echt aan om foregrip te gebruiken. Want dan gaat je aim niet zo off. Dit is ook weer niet heel erg gespreid vergeleken met die. Dus ja, wat ik aanraad is gewoon met foregrip te spelen. Het is dus maar één attachment. En zelf gebruik ik eigenlijk ook deze class. Dat is met foregrip, stok en suppressor. Met deze class speel ik dus eigenlijk gewoon bijna altijd. En als je zo gaat schieten zie je dat het bijna nooit spreidt. Dus ja, als jullie meer van dit soort video's willen, van die comparison video's ofzo. Laat het dan allemaal achter in de reacties. Want dan weet ik dat. En ja. Dan zeg ik bedankt voor het kijken. Vergeet niet te abonneren en te liken en zo. En ja. Doei.